Ja, zij moest ook vechten, want ze zat tegen haar derde burn-out aan en ging toen op retraite in Engeland. En daar kwam ze in een groep terecht en werd met de andere deelnemers dikke vrienden. Met eentje in het bijzonder. En dat is misschien nog niet eens het hele bijzondere aan het verhaal, totdat je er daar ruim een week achter komt dat die nieuwe goede vriend de bassist is van U2. Ja, het overkwam Nathalie Jong uit Enschede en ze zit aan tafel. Ja, dan heb je een bijzondere vriend, maar verandert dat dan ook meteen de vriendschap? Als je weet wie het is? Nee, omdat we elkaar pas later eigenlijk, ik daarachter kwam, zeg maar, heeft het niks veranderd. Maar als ik het eerder geweten had, denk ik dat het anders gegaan was. Ja, je was daar om op retraite te gaan, zo ja. Zeggen ze dat. Een bezinningsweek wordt het ook wel genoemd. Waarom? Ja, die burn-out. Ik had 2 keer een burn-out gehad en de derde was onderweg. En dat wilde ik gewoon voorkomen. Dus ik heb me aangemeld voor die week en ik moest ook alles inleveren. Mijn telefoon en mijn laptop, mocht niks meenemen. Je zat daar helemaal anoniem? Ja, helemaal hij anoniem, dus ook? Hij ook, ja. En ik, nou goed, hij werd ook niet herkend, ook niet door de anderen die daar zaten. Er was 1 iemand die had een vermoeden, maar verder niet. Dus iedereen mocht gewoon zichzelf zijn. En hoe ontstond dan die vriendschap daar? Nou, eigenlijk al vanaf het eerste moment dat we elkaar aankeken van wij gaan samen. Wij vinden elkaar leuk. Ja, je moest een soort klik met iemand hebben waar je dan de opdrachten mee deed en dat soort dingen. En die opdrachten hadden dan te maken met wat ga je nou doen als je uit het huis komt en hoe pak je je leven weer op zonder allerlei ingewikkelde ziektes die daarbij komen. Ja. Voordat we over hem verder gaan praten, laten we heel even kijken naar wat beelden waarop hij te zien is. Want dan weet iedereen over wie we het hebben. Is goed, ja. Die bassist van U2. Dat is hem, hè? Ja. Deze niet, nee, de blonde, maar met het witte jasje. Ja, achter. Nee. Ja. En waarom zat hij daar? Nou goed, het is natuurlijk grotendeels vertrouwelijk, hè, wat er allemaal gebeurde. Maar wat vooral bij hem speelde, was dat hij niet meer echt kon genieten van kleine dingen. Dus in zijn leven was alles heel groot en dat overspoelde hem vaak ook wel. Maar echt de kleine dingen, die zag hij eigenlijk niet meer. Daar kon hij niet meer van genieten. En hij wist ook nooit of mensen echt in hem geïnteresseerd waren. Dat was niet. Dat kan ik me wel iets mee voorstellen, want iedereen, als je weet wie die is, dan denk je van, nou ja, misschien vinden ze me daarom leuk. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar dan voor gaan, zeg maar. En dat was natuurlijk mooi dat het daar heel anoniem was. Want zoals ik hem nu dan op die beelden zie, zo heb ik hem natuurlijk niet gezien. Daar is hij natuurlijk heel anders geweest. Ja. Dus, hoe groot is dat verschil op de bühne en daar? Ja, hij was echt zo'n gentleman, heel relaxed en heel ook geïnteresseerd. Maar wel enigszins bescheiden, zeg maar. Rustige man, ja. En hoe vindt hij dat dan, dat eigenlijk jij nu bekend maakt dat hij daar een week was, dat hij problemen had? Want nou, het is niet alleen dat je met hele forse problemen, daar zit dus geen afkikkliniek of zoiets, wat mensen soms denken. Maar het was echt gewoon om je te focussen op hoe ga ik verder. Dus dat gold voor hem natuurlijk ook. Dus ik denk dat hij het gewoon heel lekker vond om daar een weekje lekker te mediteren en zijn ding te doen. En zij zegt niet van, nou, we zijn geen echte vrienden, want jij vertelt nu dat daar was bijvoorbeeld. Nee, nee. Zeker niet, nee. Nee, en dan komt dat moment dat je er dus achter komt. Hoe kwam je erachter dat hij is wie die is? Ja, pas aan het eind van de week eigenlijk. Dus we zaten daar 10 dagen in totaal. En in die week hebben we elkaar een beetje op sleeptouw genomen. En hij kon dus niet meer genieten van kleine dingen. Daar heb ik hem wat in begeleid, zeg maar. Want ik was al wel bezig met mindfulness en dat soort dingen. En toen heb ik hem meegenomen naar de zee en toen heeft hij met zijn voeten in het water gestaan in de midden in de nacht onder de volle maan. Om hem te laten ervaren van hoe is dit nou, hè? Zoiets heel simpels eigenlijk als in de zee staan. En dat was voor hem wel echt, hij was echt ontroerd ook. En toen zei hij ook, als je mij dit kan leren, dan kan je het de hele wereld leren. En dat is uiteindelijk je beroep geworden, je ook nu nog wel contact met hem, hè? Ja, klopt, ja. Laatst dus nog ontmoet toen hij in Ziggo Dome was met bandleden van U2. Ja. Je bent er geweest, hebt een foto gemaakt, hebt ook daarvan wat op Twitter gezet. Die tweet hebben we ook. Ja. Ja, dan zien we de foto. Ja, een hele trotse Nathalie natuurlijk. Ja. Maar het was ook leuk om hem weer te zien. Maar goed, pas de laatste dag eigenlijk, toen vroeg ik wat hij van werk deed. En toen zei hij dat hij de bassist in een bandje was. En toen zei ik, nou, dat bandje ken ik toch niet. En toen zei hij, ik denk dat je er wel eens van gehoord hebt, U2. Viel mijn mond open en toen had ik ook zoiets van... Dat geloof je dan wel meteen? Nou, in het begin, het eerste wat ik deed toen ik uit het huis kwam, was hem echt googelen. Zo van, is hij het nou echt of heeft hij me nou een beetje voor de gek gehouden? En toen zag ik later ook wel een auto buiten staan met als nummerplaat alleen U2. En hij deed bijzondere dingen. Hij deed zakjes om zijn schoenen als hij naar buiten moest, omdat hij zijn schoenen niet vies wilde maken. Dus het was ook wel, de dingen klopten achteraf allemaal wel. Het was echt waar. De vriendschap is gebleven. Ja. Maandelijks nog contact, vertelde je mij eerder al. Ja, via de mail. Ja. En vanavond doe je ook op een andere televisiezender je verhaal op NPO 2. 3. Dan is het te zien in de top 2000 aan GoGo. Klopt. Nou, dankjewel voor je verhaal. Oké, graag gedaan.